Ik ben Johan van der Velde. We zijn hier in 2001 begonnen met een wijngaard. Daar is natuurlijk wel iets aan vooraf gegaan, want daarvoor hadden we gewoon een normaal landbouwbedrijf, zoals je heel veel in de polders van Zeeland tegenkomt. Ik volgde de landbouwopleiding in Goes, met de droom ooit het bedrijf van mijn ouders over te nemen. De vierde generatie te worden zelfs. Maar mijn vader die kwam me steeds vaker eigenlijk adviseren van, goh jongen, zou je niet toch gewoon een vak leren? Hè? Dan heb je wel kans op een toekomst. En ja, ik wilde toch graag terug in het bedrijf komen. Schoolgaande was niet zo mijn ding. En uiteindelijk, onder het genot van een goed glas jenever, heeft mijn vader het idee bij onze buurman bedacht. Samen met de buurman bedacht. En zo zijn we wijnbouw gaan onderzoeken in Zeeland. Toen we begonnen was onze ervaring met wijn nul. Wij zijn gaan zoeken naar hulp. En uiteindelijk in Luxemburg terechtgekomen. En daar heb ik uiteindelijk 3 jaar lang mee mogen werken. En zo eigenlijk alles geleerd. En nog steeds zitten we daar regelmatig natuurlijk voor cursussen en bijscholing. Toen we zijn begonnen met het aanplanten van druiven, hadden we natuurlijk naast kennis nog een probleem. En dat waren vooral de financiën. Het duurt zo'n beetje 5 à 6 jaar voordat je een eerste opbrengst, hè, een eerste fatsoenlijke opbrengst kunt verwachten. Het is een gigantische investering geweest natuurlijk die gedaan is en nog. En ja, banken die wilden niet meedoen omdat ze ons allemaal uitlachten natuurlijk. Wijnbouw in Nederland, ja, wie verwacht dat nou? Hè? Dat kan niet, zeiden ze. Dus wij hebben iets anders bedacht. We zijn een BV op gaan richten en we zijn aandeelhouders erin gaan zoeken. Dus we hebben ook in ons bedrijf een aantal investeerders als het ware. Allemaal mensen die ook meedenken. Een 20-tal inmiddels. De wijnen van de Kleine Schorre zijn van begin tot het eind zo gemaakt dat ze perfect aansluiten bij de andere Zeeuwse zilte zaligheden. Met een mooi woord. Hè? De vis, de kreeft, de mosselen, de oesters. Wij werken met lage opbrengsten per hectare. Omdat we het natuurlijk heel belangrijk vinden dat de kwaliteit van de wijn gewoon top is. En dat de wijnen lekker zijn. En dus mooi passen bij de vis, kreeft, mosselen, oesters. Ik run het bedrijf inmiddels samen met mijn vriendin Paula. Zij is verantwoordelijk voor al het handwerk in de wijngaard. Dus dat is ook niet niks, hè. Inmiddels 10 hectare wijngaard. Er zitten 800 arbeidsuren op 1 hectare. Het wijnmaakproces, dat doen we samen. Want er zit natuurlijk ook best wel aardig wat werk in. Vooral in de winterperiode natuurlijk. Ja, eind jaren 90 kwamen toch steeds meer streekproducten kwamen natuurlijk op de markt. Zeeland werd steeds meer een vakantieoord. Dus er was ook veel vraag naar accommodaties. Campings bijvoorbeeld. Dus we zijn eind jaren 90 al begonnen met een kleine camping. Ons winkeltje, wat vroeger voornamelijk groente en fruit betrof, ja, dat werd ook langzaam omgebouwd. Steeds meer lokale producten. En ja, toen kwam de wijn en dat paste er eigenlijk perfect tussen natuurlijk. Ik vind persoonlijk samenwerken onderling in Zeeland heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk een klein beetje last van nog een 1000 jaar oude eilandjespolitiek. Maar inmiddels hebben we bruggen. En gaat die samenwerking ook gelukkig steeds beter. Hier op bedrijf proberen we veel dingen ook erbij te zoeken. Natuurlijk voor in ons proeflokaal. De producten die we daar serveren, dat zijn ja, louter Zeeuwse producten. Natuurlijk, er zitten hier genoeg vissers en mosselvissers in de buurt. Dus dat is allemaal geen probleem. Maar ook met producten. We werken bijvoorbeeld samen met een distillerij die van onze afvalproducten eigenlijk weer distillaten maakt. Die heel mooi passen in ons assortiment. Nu ook een chocolatier die dus chocolaatjes maakt met een liqueur van ons daarin. De mensen komen al lang niet meer alleen maar voor het strand. Er zijn ook mindere dagen. De mensen fietsen steeds meer, willen meer van een gebied zien. Maar ook zeker heel veel bedrijven die in het binnenland zitten en ook opengesteld zijn voor bezoekers. Zo kun je viskwekerijen bezoeken. Er zijn natuurlijk tal van musea. En natuurlijk ook hier wijnproeverijen komen doen. Lekker lunchen, lekker genieten. Ook binnen is dat heel leuk. We zijn op dit moment heel druk bezig om ons bedrijf mooier te maken, beter te maken. Als je hier de trein op komt rijden, moet je echt het idee krijgen dat je op een wijnchateau bent. Hè? En we zijn daarmee al heel ver, maar zeker nog niet klaar. Dus daar hebben we nog een paar jaar voor nodig. Ja, duurzaamheid is ook iets waarover we natuurlijk naar aan het kijken zijn. En ja, ik hoop dat we over 5 jaar het bekendste, grootste, mooiste wijnbouwbedrijf van heel Nederland zijn. Ik ben trots op het Zeeuws DNA. De toeristen komen naar Zeeland voor iets bijzonders. Wij denken niet in eilanden, maar in samenwerkingen. We zoeken graag combinaties op om elkaar te versterken. Ja, we zitten hier natuurlijk lekker rustig en ruim. We zijn gastvrij. We hebben de mooiste provincie van heel Nederland. We zijn super trots.